Schrijversgroep 77 heeft gisteren haar audioboekenproject gelanceerd in Tori Osso. Het audioboekenproject dient als leesstimulering voor jongeren van VOJ en VOS scholen. Het project is gesponsord door de Assyria en VSH Community Fund. De vertegenwoordiger van Assyria Community Fund zegt dat de organisatie alleen projecten ondersteunt die een sociaal-maatschappelijk doel dienen. Het audioboekenproject voldoet volledig hieraan. U hoort ook Nalini Ramsundersing, vertegenwoordiger van de VSH Community Fund. Zij geeft aan onder de indruk te zijn van het project dossier van de schrijversgroep 77, omdat het past bij hun visie voor langdurige en structurele projecten. Was eigenlijk het bestuur van het ACF meteen erg enthousiast. En we hebben het voortraject niet gehad, dus zeg maar in oktober kregen we het project dossier toegestuurd. En we hebben binnen een paar dagen besloten van dit is leuk, dit willen we graag doen. En we wilden ook graag dat het echt direct volledig gedaan werd. Dus dat er niet nog gewacht zou moeten worden op een andere co-sponsor. En wie weet wanneer die gevonden zou worden, want wij zouden het maar gedeeltelijk doen. We hebben toen in het bestuur besproken van zullen we VSH benaderen, omdat we wisten dat zij in dit jaar wat te vieren hadden. En we dachten dat het ook wel bij de doelstelling van VSH-fonds zou passen. Want toen we hun algemene doelstellingen onder ogen kregen, namelijk, en dat kwam erop neer, dat ze willen bijdragen aan stimulering van de algemene ontwikkeling van de Surinaamse jeugd. En ze willen eigenlijk de leesvaardigheid ook naar een hoger niveau trekken. Toen was het voor ons eigenlijk, was het direct besloten. Wij van VSH, van de VSH-groep, gaan ervan uit dat de jeugd de toekomst van morgen is. En zij verdienen alle kansen om op een hoger niveau te komen. En lezen is weten, dat weten we allemaal. En als dat middels zo'n project wat de schrijversgroep eigenlijk heeft geïnitieerd behaald kan worden, dan staat de VSH-groep van vennootschappen daar pertinent achter. Via een app kunnen belangstellenden terechtkomen bij de audiofragmenten van boeken. Via deze applicatie kan je ook de boeken van de schrijvers van de groep downloaden. Het boek wordt daarvoor gelezen. Enkele schrijvers hebben meegedaan aan het promofilmpje. Wie weet zit er een boek bij dat geschikt is voor je literatuurlijst. Ik ben. Ik ben. Ik ben Heli Arthur. Jonathan Chinfu. Anira Hamad. Theo Ruiter. Carrie Ang. Chong Ahyong. Ik ben Roy Hupsel. Indra Hu. S. Sombra. Ik ben Karin Lachmising. Diego Labar. Rosemary Met. Rappa. Irene Welles-Durke. Ik ben Alfos Levens. Jeffrey Cartier. Ik ben Ismene Krishnadat. Ik ben ook lid. En ben ook lid. En ik ben ook lid. Ik ben ook lid. Ik ben ook lid van de schrijversgroep 77. En ik ben ook lid van de schrijversgroep 77. Lezen doet je echt leven. Je aandacht gaat nooit verloren, want onze boeken kan je nu zowel zien als horen. Een fragment uit het promofilmpje van het audioboekenproject van de schrijversgroep 77. De groep heeft dit project gisteren gelanceerd in Tori Osso met het doel lezen te stimuleren en daarbij een app geïntroduceerd.